Jan Gierveld is de zoon van een Wierdense kruidenier. Van jongs af aan was Jan geïnteresseerd in alles wat hij om zich heen zag. Op 11-jarige leeftijd trok hij er al op uit om buiten te gaan tekenen. Steeds meer ging Gierveld zich ook in allerlei andere richtingen van de beeldende kunst ontplooien. Dan wordt duidelijk dat het vrije schilderen zijn grote voorliefde heeft. Aan alles merk je dat het schilderen voor hem een behoefte is, zoals voor een ander eten en drinken. Een belangrijk kenmerk in zijn werk is het weergeven van lijn en beweging, zoals dit in vele onderwerpen te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de naakten, vlot en in enkele lijnen opgezet, mooi door hun eenvoud en directheid. Opvallend in het werk van Gierveld is zijn kleurgebruik. Kleur is voor hem niet gewoon groen, rood of blauw. Zijn kleur heeft licht en donker in zich en laat de weerkaatsing van andere kleuren uit de omgeving zien. Kortom, zijn kleuren leven, zijn niet statisch en bepalen voor een groot deel de intensiteit die er van zijn werk uitgaat. Wat voor een onderwerp zijn werk ook heeft, telkens word je getroffen door de warmte die ervan uitgaat. Je voelt de liefde, de gedrevenheid voor zijn vak. Jan Gierveld is een vakman en een schilder in hart en nieren.